Leroy Kakkejai, dat is een van de beste Nederlandse natural bodybuilders. Dat wil zeggen, hij gebruikt geen anabolen of andere doping om grote spieren te krijgen. Nee, hij doet het enkel met trainen en eten. Heel veel eten. En hij geeft vandaag een masterclass hoe te poseren bij het bodybuilden. Geef hem een groot applaus. Leroy Kakkejai. Leroy. Hoi, hallo. Ja, je geeft een beetje af. Jij bent een natural bodybuilder. Klopt. Ja. Je kan bodybuilden met anabolen. Je kan het ook doen zonder anabolen. Ik heb het met gedaan, jij zonder. Yes. Je ziet het verschil. waarom heb je ervoor gekozen om het zonder te doen? Ik wil er vooral mezelf blijven. Ik wil niet een tijdelijk resultaat krijgen. En ik wil er gewoon vooral mezelf blijven. Ja. Jij doet het dus niet met de anabolen, maar met een heel streng voedingspatroon, denk Zeker, ik. Ja. Hier op tafel heb je staan wat jij eet op één dag. Ja, klopt. Mensen denken van het is misschien een week eten, maar dit is een dag eten. Ja, het valt me, zullen we heel even naartoe lopen? Het valt me gelijk op dat jij enorm veel rijst eet. Ja, veel energie, suikers, neemt langzaam op in je lichaam. Ja. Langere tijd en verzadigd. Dus, Want je hoort tegenwoordig, koolhydraten is dik worden, maar... Valt mee. Valt mee. Ja. Als je voeding goed in verhouding is en je ook dus veel sport, dan kan je bijna niet dik worden. Want hoeveel train je per dag? Ik train 5 keer in de week. 5 keer in de week? En ja. hoe lang? Voor een wedstrijd voorbereiding bijvoorbeeld 2 keer op een dag, maar doorgaans 1 keer per dag. Ja, ja. En hoe lang dan? 1,5 uur. Dat valt op echt wel mee. Ja. Dat je de bodybuilding wordt echt onderschat. Dus mensen zouden het meer een kans moeten geven. Ja. Voor de rest veel eiwitten Langer. Natuurlijk. 1 kippetje per dag? 1 kilootje kip per dag, ja. Kilootje kip per dag. Zeker weten. En dan nog wat fruit. Fruit voor na trainen, zeker weten. We gaan naar de masterclass. Ja. We willen graag 1 pose eruit pakken. Okay. Maar bij poseren hoort ook je insmeren met wat eigenlijk? Bruining, dat is voor de podiumlicht. Iedereen moet eenzelfde kleur hebben, anders vallen mensen weg en dat is zo afgesproken. Komt beter over op de camera. Ja, zeker weten. En waarom is het dan alleen je lichaam en niet je gezicht? Nou, dat is meer voor deze show dat ik het nu ook een beetje herkenbaar zijn. je wilt wel dat morgen mensen op straat zeggen van, hey Leroy. Welke pose ga jij ons leren? Ik ga de front double bicep doen. Echt een klassieker, hè? Ja, dat is dus dat is eerst de klassieke pose. Van de bicep die iedereen kan. Welke spieren span je nu allemaal aan? Eigenlijk standaard alles. De billen, biceps, de vleugels, rugspieren. Het ziet er wel echt indrukwekkend uit, hoor. Dankjewel. Hier zitten echt geen anaboltjes in? Helemaal niet. Nee, oké. Het kan echt zonde. Okay. En dan gaan we dus vloeiend door naar een klassiekere pose. Waarom is dit een perfecte pose om je lichaam te laten zien? Omdat ik het sierlijk vind en niet te monsterlijk, zeg maar. Het is niet te ruw, zeg maar. En welke spieren komen er op dat moment goed uit? Je talje komt mooi uit, dus je hebt deze V-shape. Ja, en dat vind ik dus wat meer sierlijk, esthetisch. Ja. Ja. Is het zwaar eigenlijk om te poseren? Ja, vooral na een wedstrijd toe, omdat je steeds minder energie hebt. Ja. Dus wordt het steeds zwaarder. Dus, ja, vanaf wat ik dus zo dat eet per dag, ga ik opeens naar nog 1,5 kilo per dag. Dus je switcht echt van voeding. Je bent gewoon een soort hongerstaking. Ja, eigenlijk wel. Ja. Dus hoe slap voel je dan op het einde? Wat kan je doen? Nou, je niet ziet meer? Er op je sterkst uit eigenlijk. Maar je bent op je zwakst. Je bent op je allerzwakst. Ja, dat is het mooie eraan. Ben je dat nu ook? Ik ben nu ook aardig slap, ja. Ja? Ja. Ik heb me hier toch al 5 weken voor voorbereid. Voor dit heb je 5 weken voor? Ja. Nou,
Even een applaus, dat vind ik een applaus. Ja, en om het mooi af te ronden wil ik vragen of je nog een paar poses wil laten zien. Dan starten wij weer de muziek. En dan kunnen we nog even naar jouw indrukwekkende spierbundel kijken. Dankjewel. Wonder if I should tell you not to wait. I'd rather eat haze. A wild man take a turn, finding out more. So many times, long for the break of dawn, as the morning will call.